Het landgoed Ter Heil is een landgoed voor Alleman. De ontstaansgeschiedenis is bijzonder en het landschap uniek. Het verhaal van Allemansgoed Ter Heil wordt op vele manieren verteld en herkenbaar gemaakt in het landschap. En zo ook op deze plek. Hier heeft ooit de uithof van de monniken van Aduard gestaan. En die monniken hebben hun sporen in dit landschap mooi gelaten. Die hebben wij beleefbaar willen maken met verschillende wandelingen en andere boekwerkjes. Er zijn heel wat publicaties verschenen, van gemeentelijke tot juist de boekjes die met, door en voor de mensen uit dit gebied zijn gemaakt. Het was ontzettend mooi en interessant om mee te werken aan dit boek. Samen met Maud van Diemen, de uitgeefster, een professioneel tekstschrijver en een aantal vrijwilligers om samen tot een boekwerk te komen. Het is daadwerkelijk een pareltje geworden. Een boek dat naast het boek een rijke historie van Nietap Ter Heil, een uniek grensgebied, in vele kasten van onze dorpsgenoten zal staan. We staan hier bij de zuidelijke entree van landgoed Ter Heil. Een van de vier entrees die gemarkeerd zijn door de zuilen. Kenmerkend voor deze entree, de zuidelijke entree, is dat hier de overgang is tussen het stedelijke en het landelijke. De entree valt ook uiteen op drie verschillende locaties. De linker en de rechterzijde kan men het landschap betreden en staat er een zuil. Een vijfde entree, een mentale poort, hebben we samengevat in een boekje, in een publicatie, die ik met genoegen overhandig aan Henk Kosters. Ja, dankjewel. Heel mooi. Ja, wij kijken terug op 9 jaar, bijzondere jaren in Ter Heil. En bijzonder omdat we samen met bewoners, verenigingen, organisaties en kunstenaars en vrijwilligers het afgelopen jaar hier het verhaal van Ter Heil hebben verteld en het ontwikkeld hebben tot Allemansgoed Ter Heil. Dat hebben we gedaan door het verhaal te vertellen van Ter Heil, onder andere hier, door het landschap te versterken, de kleine ingrepen in het landschap, en natuurlijk door de kunstwerken. En op deze manier, vind ik, hebben wij met z'n allen ervoor gezorgd dat het pareltje van Noordenveld, want daar is het toch, hier voor iedereen, voor nu en in de toekomst, herkenbaar en te beleven is en hopelijk van te genieten.